Nederlandse winters kunnen gewoon koud en nat zijn. Maar soms doe je de gordijnen open en dan is het wit, zoals vandaag. Pak je camera, ga erop uit, ga lekker fotograferen in de sneeuw. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk gewoon goed? Wanneer je een landschap in de sneeuw fotografeert, dan doe je dat natuurlijk met een diafragma-voorkeur. Jij wil de controle hebben over jouw scherpte-diepte, dus jij bepaalt het diafragma. De camera mag zelf best de sluitertijd uitrekenen, dat is helemaal geen probleem. Maar maak jij gewoon een foto met de camera zoals die ingesteld staat, dan krijg je een hele grauwe foto zoals deze. En waarom eigenlijk? Nou, in een sneeuwlandschap komt er. Heel veel licht van al die sneeuw naar binnen. De camera raakt daardoor een klein beetje in de war. In de fabriek is die afgesteld op een bepaalde hoeveelheid licht die er binnen moet krijgen. En als er sneeuw ligt en het is een grauwe lucht zoals nu, dan is er eigenlijk gewoon te veel licht. En kan de camera dat niet goed aan? Hij gaat het beeld naar beneden drukken en hij maakt je foto eigenlijk donkerder dan dat het daadwerkelijk is. Nou, om dat toch in de praktijk heel makkelijk op te lossen, niet later met de computer, nee, gewoon waar we staan, is er de belichtingscompensatie. En dan is het heel makkelijk. Bijvoorbeeld in deze situatie besluit ik ervoor om twee stops over te belichten. En daardoor heb ik opeens een heel andere foto. Kijk bijvoorbeeld even makkelijk naar het histogram van de camera. Als ik naar de informatie van mijn histogram bij deze foto kijk, dan zie ik dat er aan de rechterkant eigenlijk weinig informatie in zit. En daar zitten alle lichte tinten. Nou, is het vandaag natuurlijk wit buiten, dus ik wil daar ook gewoon informatie hebben. Ga ik dan naar de foto waar het wel correct belicht is, dan zie je dat er een hoge piek zit aan de rechterkant, daar waar het ook daadwerkelijk licht hoort te zijn. En hoe stel ik die belichtingscompensatie dan in? Nou, er zit op je camera een knopje wat hierop lijkt: plus en min. Als ik dat ingedrukt houd, dan zie ik in mijn display dat er op dit moment nul staat. Hij staat keurig in het midden. Maar ga ik dan naar rechts met het wieltje, dan komt er een plusgetal. En in mijn geval draai ik naar plus 2.